Kun je nog goed dat moment herinneren? Dat wij eigenlijk voor het eerst met elkaar hier gingen praten over de dijkversterking? Ja, dat weet ik nog wel. Was het jou bekend toen je de camping kocht, hè, dat je hier te maken kreeg met een dijkversterking? Ik wist wel dat het aan een dijk zat. Ik kom uit het gebied, ik woon hier. Maar hoe ver dat gevorderd was, dat had ik nog niet helemaal in de smiezen. Wat mijn beleving was, dat waterschap vooral stond voor de veiligheid, ook voor de campinggasten natuurlijk. En wij hadden wat opmerkingen, met name naar de beleving toe. Dus de implementatie van die maatregelen vanuit ons perspectief als ondernemer, als recreatieondernemer. En daar hadden wij wel wat opmerkingen op. Ik kan ook goed zien nu dat de dijk hier, het talud, is verflauwd. En dat is eigenlijk wat onze dijkversterkingsopgave was. Terwijl als je de andere kant op kijkt, dan zie je het oude gedeelte wat nog wat steiler is. En wat je ook ziet, is natuurlijk al de bomen die daar nog in het talud staan. En die hier niet meer staan. Het groen wat we hier achter zien, ja, dat missen we wel. Ja. Ook in de beleving voor de gast. Er komt hier dadelijk een mooie zon op het talud. Ja. Onder komen struiken. We gaan een laan herstellen met bomen. En boven zetten wij een zichtscherm, zodat we eigenlijk... We horen het geluid en voorheen hoorde je ook het geluid. Ja. Maar als je het geluid hoort en je ziet het geluid ook, dan wordt het pas vervelend voor de gasten, denk ik. Dus dadelijk zien we het geluid niet. En misschien horen we het ook een beetje minder. En dan gaat die belevingswaarde ook weer omhoog. Die veiligheid, dat is nooit een issue geweest voor mij. Ook het feit dat er aan de dijk zou moeten worden gewerkt, dat heb ik voor mezelf ook nooit ter discussie gesteld. Mij ging het vooral om het waterschap duidelijk te maken wat mijn belang was. Om dat goed toe te lichten. We hebben al een fijn constructief overleg gehad. Dat vraagt de inzet van beide partijen. Ik heb mijn belang goed naar voren gebracht. Nu kan ik me voorstellen, jij krijgt veel meer belangen op je bord. Terwijl je wel een duidelijke opdracht hebt vanuit het belang van het waterschap. Hoe ga je daarmee om en hoe krijg je dat altijd gefocust? Overal waar ik kom, hebben mensen hun eigen belang. Soms ook echt een persoonlijk belang. Waarbij ik soms ook wel het gevoel krijg dat niet iedereen in staat is ook het belang van het waterschap voldoende in ogenschouw te houden. Maar ik moet ook wel blijven bewaken dat het waterschap op een gegeven moment wel kan starten met die noodzakelijke dijkversterking. Nou, het is belangrijk dat je gewoon met elkaar in gesprek blijft. En als je dat maar doet, dan is mijn beleving en ook mijn ervaring dat je er altijd samen wel uit kunt komen op enig moment. Hoe kijk jij nu terug op het proces? Als je zegt van ik heb me daar ook sterk voor gemaakt. Ben je tevreden met wat je hebt bereikt? Wij kijken nu van de camping naar de weg. Ja. En daar heb ik me druk over gemaakt, hè, over die beleving. Het grappige is dat nu het zo kaal is, dat ik in de winter andersom de reacties kreeg van mensen die van de weg naar de camping keken en zeiden het ziet er netjes uit. Dus dat was een kleine win. Ja. Ik ben dadelijk wel blij als we alles hebben kunnen realiseren, want wij zitten heel erg op beleving. Als je nou vooruit kijkt, hè, over een jaar of 5, wat kan ik me dan voorstellen bij de camping? Hoe zou het er dan uit kunnen zien? Dan hebben we een mooie, gezonde, coherente camping met de gasten die wij graag willen ontvangen. Ja. Onder een zonnig Limburg zonnetje. Ja, en veilig voor hoogwater. En veilig en met een trappistje in de hand.